Goedendag, dit is het RTV Arnhem nieuws van vrijdag 4 november met vandaag onder meer nieuwe eigenaar wil een stedelijke hotspot op het Colberco terrein, D66 start campagne Stadsblokken Mijnerswijk en jeugdzorgregio Arnhem in de knel. Gebiedsontwikkelaar BPD uit Hoevelaken is de nieuwe eigenaar van het voormalige Coberco-terrein aan de Nieuwe Kade. Dat meldt de Gelderlander op haar site vandaag. Het bedrijf, het voormalige bouwfonds, gaat daar een stedelijke hotspot maken waarbij de historische, karakteristieke gebouwen behouden blijven. Dat hebben BPD en voormalig eigenaar Friesland Campina vanochtend bekendgemaakt. De melkfabriek is gesloten sinds 2002. Sindsdien is er gewerkt aan plannen om het terrein aan de voet van de John Frosbrug opnieuw te gebruiken, maar die plannen liepen op niets uit. De nieuwe eigenaar BPD ziet de resterende fabrieksgebouwen als centraal punt in een nieuw plan, getiteld de melkfabriek. De campagnes rond het referendum over de toekomst van het gebied Stadsblokken-Mijnerswijk zijn van start gegaan. Ook de politiek laat van zich horen. Dit weekend start D66 een speciale campagne om het Ja-kamp te steunen. Pieter Pluiger sprak met D66-raadslid Vrome over Stadsblokken-Mijnerswijk. Wat gaat u doen komende zondag op het kerkplein? Komende zondag op het kerkplein is de aftrap van onze campagne. Kijk, we hebben als gemeenteraad eh, het, de, de uitwerkingskaders aangenomen. We hebben een referendum, dus de bevolking mag zich uitspreken. Dat betekent dat wij een verantwoordelijkheid hebben om aan de bevolking duidelijk te maken waarom dit zo'n goed plan is. Wij willen graag duidelijk maken aan de bevolking van Arnhem dat wij voor meer groen in Mijnerswijk zijn. Dat wij voor een referendum zijn en dat er een unieke kans ligt om een groot gebied, wat niet op dit moment in ons eigendom is, maar dat wel kan komen voor natuur, voor toegankelijke natuur beschikbaar krijgen. Daar gaan wij de bevolking toe oproepen om daarvoor ja te stemmen bij het referendum. Wat is de positie van uw tegenstanders? Onze tegenstanders zijn van mening dat er geen bebouwing mag plaatsvinden. En wij vinden dat wat ver gaan. 99% van het plan gaat niet over bebouwing. 99% van het plan gaat over uitbreiding van natuur. Over toegankelijk maken van natuur. Er zit cultuur in, er zit een historische werf in. Nou, dat vinden wij belangrijk. Die moet ook mogelijk gemaakt worden. En dat betekent dat we 1%, u ziet op de zwakke plekken van het gebied achter mij bijvoorbeeld, daar gaan we op een evenwichtige wijze woningbouw in zeer beperkte schaal realiseren. Wil zeggen 7 meter hoogte. Dat is nog niet de dakgoot. Een kruin van een boom. In eh, stadsblokken 15 meter. Dat moet het mogelijk maken om het plan te realiseren, want de gemeente krijgt de helft van het totale gebied in eigendom om niet. Nou, en dan moet je een realistisch plan hebben. En ik vind het plan van mijn tegenstanders niet realistisch. Ik zeg wel eens, als ik met mijn buurman ga praten dat ik in zijn tuin een zwembad ga aanleggen, dan denk ik ook dat hij zegt dat is geen realistisch en geen goed plan. We hebben een eigenaar nodig. En de gemeente vindt dat de eigenaar hier een goed plan een goede uitwerkingskaders heeft neergelegd. En daarom zijn we hard grondig voor. Wat vindt u van de burgers en partijen, tegenstanders die zeggen... dan krijg je infrastructuur, ontsluiting en dan kun je fluiten naar die natuur... want dan krijg je een enorme hinder van... Auto's, scooters en ander verkeer? Ja, ik denk dat dat reuze mee zal vallen. Nogmaals, we hebben het over 99% van het plan, is gewoon natuur. 1% is, er is nu ook verkeer. Hè? Er is nu zelfs zwaar verkeer, want er is infrastructuur voor een bedrijventerrein aanwezig. Nou, dat wordt lichter, dat wordt evenwichtige bebouwing. Onderdeel van het totaal van cultuur, van natuur. Dus ik vind dat dat zal reuze meevallen. Het plan is volgens u een, een functiemix? Dus het evenemententrein komt niet in gevaar? Nee, nee zeker niet. Uh, uh, sommigen beweren dat. Uh, wij hebben helder afspraken over het gebruik. En, maar nog belangrijker is: het evenemententrein zit als onderdeel in het plan. Dus het komt niet in het gedrang in de zin dat het niet gerealiseerd wordt. De historische werf. Idemdito, nogmaals 99% gaat over die functiemix van natuur, van cultuur en slechts 1% over bebouwen. En die functies die behoren bij dit gebied, voornamelijk natuur, maar ook de werf, ook het evenemententerrein, komen absoluut niet in het gedrang. Goede afspraken over gebruik, maar ze maken onderdeel uit van het plan. In de regio Arnhem dreigt de gespecialiseerde jeugdzorg in de knel te raken. Drie aanbieders van deze zorg vinden het tarief dat de gemeenten willen betalen te laag. Dat meldt de Gelderlander vandaag. Een van de drie, de William Schrikker Groep, dreigt te stoppen met het leveren van jeugdhulp op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Leger des Hels vindt de gehanteerde tarieven onacceptabel. En ook Jeugdbescherming in Gelderland noemt het tarief te laag. De drie partijen willen graag praten met Wouthouder Leijsink. Ze vinden het onverteerbaar dat vele tientallen gezinnen en jongeren de dupe worden van deze ontstane situatie. Het probleem is dat maandag de aanbesteding sluit. Tot die tijd wil Arnhem niet reageren omdat Europese aanbedingsregels dat verbieden. Uit een rapport van de ANWB blijkt dat de N325, de weg tussen Arnhem en Nijmegen, een grote bron van ergernis is. Het rapport volgt op een onderzoek waaraan zo'n 4000 weggebruikers meededen. Volgens de ANWB is de capaciteit van de provinciale weg tussen de twee grote steden ruim onvoldoende. Te veel mensen maken gebruik van de N325, waardoor er telkens files ontstaan. Vooral het centrum van Nijmegen wekt door het grote aantal stoplichten veel ergernis bij de automobilisten. Kunstenaars Evaline Lossen en Gert Jonker uit Arnhem... zijn beide genomineerd voor de Bas Grafiekprijs 2016. Donderdag 17 november aanstaande reikt Kunst.nl uit Raamslongs 4... voor de elfde keer de Bas Grafiekprijs uit. Dit jaar hebben 41 Belgische en Nederlandse kunstenaars werk ingezonden. De deskundige jury nomineerde deze 10 prenten. Nu is het woord aan het publiek. Ze kunnen nog tot en met woensdag 16 november op hun favoriete kunstwerk stemmen via www.kunst.nl. Zowel het publiek als de jury kiest een winnende prent. De winnende prent van het publiek zal door kunst.nl in productie worden genomen. En de winnaar van de juryprijs ontvangt de Preeg 2016. Ieder jaar krijgen reizigers te maken met veranderingen in het rooster van het openbaar vervoer. Zo valt bijvoorbeeld lijn 63 volgend jaar helemaal uit, de busdienst van Duiven naar Arnhem. Reden om die dienst uit het rooster te halen is dat de busverbinding gelijk loopt met de treinverbinding tussen Duiven en Arnhem. En ook lijn 74 van Velp via Arnhem naar Bemmel komt te vervallen. Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Ook in Arnhem zelf in het centrum zijn de nodige wijzigingen. Op de site van de gemeente Arnhem is te zien welke wijzigingen dat zijn. Gebiedsontwikkelaar BPD uit Hoevenlaken is de nieuwe eigenaar van het voormalige Coberco-terrein aan de nieuwe Kade. Dat meldt de Gelderlander op haar site vandaag. Het bedrijf, het voormalige Bouwfonds, gaat daar een stedelijke hotspot maken, waarbij de historische karakteristieke gebouwen behouden blijven. Dat hebben BPD en voormalig eigenaar Friesland Campina vanochtend bekendgemaakt. De melkfabriek is gesloten sinds 2002. Sindsdien is er gewerkt aan plannen om het terrein aan de voet van de John Frostbrug opnieuw te gebruiken, maar die plannen liepen op niets uit. De nieuwe eigenaar BPD ziet de resterende fabrieksgebouwen als centraal punt in een nieuw plan getiteld de melkfabriek. Volgende week kunt u te maken krijgen met wegwerkzaamheden en afsluitingen van wegen. Zo wordt van maandag 24 oktober om 7 uur s ochtends tot en met vrijdag 28 oktober 5 uur s middags de rijbaan van de Oude Kraan afgesloten voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt er een parkeerverbod voor de parkeervakken langs de Oude Kraan. En ook van maandag 24 oktober 7 uur s ochtends tot met vrijdag 28 oktober 5 uur s middags is de Eldense dijk afgestoten voor al het verkeer. De stadsblokken blijft bereikbaar via de Gelderse Rooslaan of via de Weg. Ook de praats, de haven van Koers en de stadsblokkenweg zijn bereikbaar. Dan nog het weer. Een front zorgde vandaag voor veel bewolking, toch scheen in het oosten ook af en toe zon. Het werd een graad of 10 vandaag. In het weekend is het voor ons met bewolking het land uit. De zon schijnt op beide dagen enige tijd, maar er vallen ook buien. Maxima komen uit tussen 8 en 11 graden. Bedankt voor het kijken. Prettige dag en graag tot morgen.